Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van mijn kanaal. Vandaag gaan wij een tutorial uitleggen hoe je moet livestream of moet opnemen op je PC. Niet anders, geen laptop, geen mobieltje, alleen PC. Gewoon PC. Geen PS4, geen... Hè? Let daar wel goed op. Dus je gaat naar OBS en dan ga je naar de eerste Open Broadcaster Software Home en dan ga je naar Windows en dan gaat hij downloaden. Dus nog 5-8 C, nou het duurt maar gewoon een minuutje of zo, een minuutje of twee. Maar daarna kan je het wel doen. Eerst wil ik even zeggen bedankt voor de sub, jongens. Want ik heb nu 210. Super thanks. Echt, ik ben er gewoon echt blij mee. En ik doe dit video voor mijn twee vrienden, Mike en Sven. Die willen heel graag dit video online. Dus alsjeblieft, Mike en Sven, hier heb je het. Nou, nog 9 seconden, 8 seconden, 7 seconden, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En, nou, dat staat er dan. Nou, dan ga je openen. Moet je even wachten. En dan zie je dit en dan ga je uitvoeren. En het bestand is gewoon helemaal veilig. Ik heb Norton op mijn computer staan. En Norton zegt ook, ik heb dit... al voorgedaan. Norton zegt dat dit gewoon helemaal perfect is. Zie, dan is het vinkje op studio, bla bla bla, is veilig. En dan ga je echt zo next en zo andere dingen. Maar ik heb al ops. Nou, dan heb je zeg maar dit. Maar dan heb je zeg maar, als je een scène staat, heb je helaas een zwart schermpje. Nou, ik zal het even laten zien. Wat is, hoe moeten we dat eigenlijk doen als ik vragen mag? Nou, je moet hierop drukken en dan zie je daar beeld capture. Dan heb je dit. En hopla. En dan oké drukken en dan heb je beeld. Gaan we bij scène 7 doen. Zo, en dan oké. En dan heb je beeld. En dan gefeliciteerd. Dan heb je beeld. Dan kun je streamen, opnemen. Zoals wat ik nu doe, ga ik opnemen. Als je wilt streamen, dan moet je nog één ding doen. Je gaat naar Creator Studio. Daarna ga je naar livestreamen. Dan druk je dat op. En dan heb je hier een code. Nou, de code is nu niet weergegeven bij mij. Maar als ik op dat knopje druk, wordt het weergegeven. Maar ik ga het niet laten zien. Jullie mogen het niet ook aan anderen laten zien. Want mensen die dit code hebben, kunnen jou stream maken. Dus als jullie zeg maar mijn code hebben van de streamnaam en de sleutel, dus de code, dan kunnen jullie streamen op mijn account. Nou, dan ga je dat kopiëren. Dan ga je naar instellingen, stream, en dan ga je dit plakken. Dus aan niemand laten zien, anders gaan andere mensen aan jou kanaal streamen. En dat willen we niet. Andere dingen doen, zoals afbeeldingen. Zo van, ik kies een afbeelding. Kijk, dit is een leuke afbeelding, toch? Zo'n leuk gifje. Nou, dan kan je gewoon dit doen. Zo. En dan heb je dit. Leuk afbeeldingje. En als je dan opneemt, zie je dat. Nou, vind je het een leuke video? Geef dan een blauwe duimpje omhoog. Ik zal nog meer dingetjes vertellen over dit. Dat wil je misschien streamlabs moet doen als sommige mensen abonneren en dan heb je dit. Hoe je zeg maar je subs aantal zie. Of hoe je een browser hier moet laten zien. Dat ga ik bij de volgende zeggen en zo. Dus ik zou zeggen abonneer, like en dan zie je morgen de volgende deel van. En ik hoop dat je genoten hebt en dat je iets aan hebt. En ik zie je natuurlijk later.